Ik vind dat sommige pelotons wielrenners zich asociaal gedragen. Ja, daar ben ik het absoluut niet mee eens. De grote groepen fietsers zijn lekker met elkaar voor de gezelligheid en hun gezondheid op de weg bezig. Het voorjaar gloort en dus gaan recreanten weer massaal naar buiten. Zo ook de bloedfanatieke fietser. Ze willen alleen maar het hoge gemiddelde halen en beuken, om het maar eens zo te zeggen. Lekker elkaar wat je uitdagen en naar plaatsname bordje sprinten. En dan komt opeens een pelotonnetje aan van een mannetje of 20, meestal allemaal dezelfde kleren. En die hebben eigenlijk het gevoel dat de weg voor hen is. En wij hebben gelukkig niet de hele weg nodig, maar ja, als je met een groep aankomt, heb je wel een groot deel van de weg nodig. Dit tot grote ergernis van automobilisten. Maar ook van de minder fanatieke recreant zoals Bart Kuipers. Het zit hem zo dwars dat hij onlangs in een opiniestuk in NRC opriep tot actie. Ik heb een stukje ook gelezen natuurlijk waar je op doelt in de NRC. En ik kan me daar totaal niet in vinden. En het gaat mij vooral om de etiketten waarmee de lui zich hier een weg banen over dit soort weggetjes. Van aan de kant, pas op, ze snauwe bevelen. Het zijn zeker geen bevelen tegen de overige weggebruikers. Het zijn bevelen tegen de medefietsers die in de groep rijden. En als je vooruit schreeuwt, dan hoop je ook dat ze het achter je horen. En dat is mede voor de groep, voor de veiligheid van de groep. Nou, het zijn zeker wel bevelen richting andere weggebruikers. Want als ik bijvoorbeeld hier fiets en dan komt zo'n peloton aan en die willen, koste wat het kost, hun tempo op peil houden, dan roepen ze aan de kant. Rechts rijden, dat is voor mij echt een bron van irritatie. Maar de manier waarop Kuipers zijn irritatie verwoordt, schiet Van der Velde dan weer volledig in het verkeerde keelgat. Hij ziet hierdoor de fietser namelijk steeds vaker bedreigd worden door automobilisten. De kop begint al dat alle toerfietsers slecht zijn en infantiel en superlatieve komt hij tekort. Maar je hebt de kans dat de fietser vogelvrij verklaard wordt. En dat wordt mede gedreven door stukjes zoals van deze vermeende journalist in het NRC. Nou, die fietsers die voelen zich slachtoffer, maar meestal moet de rest zich aanpassen. 99,99% is gewoon vriendelijk bezig op de fiets. En hij moet niet meer die toon aanslaan, want hij maakt meer kapot voor zijn eigen sport als dat hem zelf lief is.